Sinterklaas en de schipperskinderen. Omdat mijn ouders op een binnenvaartschip voeren, moest ik tijdens mijn schoolperiode naar pensionaat Sint Anna. Ook daar was men bezig met Sinterklaas en Zwarte Piet. Alleen lang niet zo zoals dat nu gebeurt. In de Sinterklaastijd gonsde het op de koer en in de refter van de verhalen. Naast ons bord vonden we af en toe wat lekkers. Maar Sinterklaas zelf, die heb ik er nooit gezien. En ook Zwarte Piet zag je niet zo vaak. Je wist wel dat hij er was. Want soms was er een mouw zichtbaar met daaraan een zwarte handschoen die pepernoten uit het raam gooide. Wij meisjes hadden het erover dat het vast Trabbedoeli was. En Trabbedoeli, dat was een zeer hoog geplaatste Zwarte Piet. En als die op het pensionaat kwam, was dat een grote eer. Een enkele keer rende er een Zwarte Piet over de koer. Hij had de roe en de zak bij zich. En daardoor wisten wij dat hij op zoek was naar stoute meisjes. Als hij er een gevonden had, ging die mee in de zak naar Spanje. En zo bleven wij meisjes nog braver dan we al waren. Gelukkig kon ik soms op 5 december aan boord zijn. Dan zong ik Sinterklaasliedjes samen met mijn kleine zusje. In de hoop dat de goedheiligman ons kon horen. Terwijl we zongen stormde het nogal. En moest papa even naar buiten om te kijken of het schip nog goed lag. En dat bleek ook wel nodig, want precies toen papa buiten was, rammelde de ankerkettingen. Hevig! Het was een heleboel lawaai. Vrij snel daarna kwam papa binnen met een zak met pakjes. Hij had nog net Zwarte Piet over het schip zien rennen, naar de stoomboot die langs zij lag. Wij kinderen waren heel erg blij dat Sinterklaas wist waar wij lagen. En dat was toch wel moeilijk. Als wij op 5 december niet aan boord konden zijn, vonden we dat heel jammer. Maar gelukkig lag er dan een pakje naast ons bord in de refter. Dat was in die tijd dat alles nog Frans was op de pensionaten. Ook daar kon Zwarte Piet ons dus vinden. Dat vonden we toch wel heel erg knap. Later, toen ik zelf ging varen en kleine kinderen had, leverde dat weer andere bijzonderheden op. Gelukkig konden ze vaak naar Lichtplaats kleuterscholen om daar de voorbereidingen voor Sinterklaas mee te maken. Die meesterwerkjes sierden dan de huiskamer. Helaas konden we niet altijd de aankomst van Sinterklaas in ons eigen dorp meemaken. Want soms waren we aan het varen. Ook dat zorgde weer voor vreemde situaties die de kinderen zich nog heel goed kunnen herinneren. Als we langs een plaats voeren waar de Sint met zijn gevolg net met de boot aankwam, werden de meisjes door hun papa naar de stuurhut geroepen. De kinderen gingen meteen naar buiten en gingen op de roef staan en riepen naar de Sint en zijn pieten wat ze graag wilden hebben. Als de pieten terugzwaaiden, waren ze helemaal blij. De meisjes vertelden er 100 uit over in de stuurhut. Maar groot was hun verbazing als er na een paar bochten alweer een boot met de Sint en zijn pieten voer. En dat die stoomboot er heel anders uitzag, dat vonden ze erg raar. Papa legde uit dat de Sint snel met de auto naar die andere plaats was gereden. Papa dus, hè. Om ook daar met de boot aan te kunnen komen. De goedheiligman wilde immers alle kinderen blij maken. En zo zien we maar weer. Sinterklaas en zijn pieten hebben het best moeilijk om voor al die kindertjes wat leuks te doen. Aan boord moesten ze een schip zien te vinden. En aan de wal, wat te denken van al die gladde zonnepanelen in deze tijd. De schimmel moet heel wat capriolen uithalen om veilig en wel de daken te bereiden met Sint-Nicolaas op zijn rug. Gelukkig schijnt de maan meestal door de bomen, zodat ze de schoorstenen goed kunnen zien.